een aangename, amusante knal voor je kop krijgen. Het is heel veel primaire shit die in de mensen leeft, in ieder mens leeft, hoe beschaafd je ook bent, kom je tegen in de film. Je komt het absoluut tegen. Het zijn dingen die je ook wel zou willen doen, het zijn dingen die je niet durft, het zijn dingen waar je ook echt niet van wilt dat het gebeurt of dat het een ander juist overkomt. Daar zijn we constant mee bezig in die film. Ik heb in het echte leven nog nooit een paar dames gegrepen in de wc tegelijk. En in deze film mocht het. Dus ik wil maar zeggen, ja, het is echt, volgens mij is het een hele lekkere dreun voor je kop krijgen. Dat je denkt van yes, misschien word je er wel een beetje wakker van, maar dat weet ik niet. Misschien denk je dat je er niks mee te maken wil hebben, maar er zijn toch hele goede momenten in, hoor. Luc die een kopstoot geeft en dat iemand hem niet wil helpen. Wie doet dat nou in het leven? Bijna niemand. Wij doen het gewoon. Ja. Dus in die zin denk ik dat het wel een hele ontwapenende film is. Als kijker dat je toch die agressie door je heen kan laten stromen. En het is maar een film.